Het is voorlopig nog niet het weekend waar Red Bull Racing op gehoopt had. De eerste twee vrije trainingen in Singapore verliepen niet volgens plan en men weet dat er nog werk aan de winkel is. Max Verstappen gaf gisteren na de sessies tekst en uitleg. Het ging slechter dan verwacht vandaag. We worstelden gewoon veel met de balans van de auto. We hebben vrij veel geprobeerd tijdens de tweede training. Sommige dingen werkten, andere dingen niet. We kregen de auto uiteindelijk niet op orde, dus we hebben vanavond nog behoorlijk wat uit te zoeken. Zo vertelde Max tegenover motorsport.com. Verstappen hoopt in Singapore zegen nummer 11 op rij te boeken. We zullen ons proberen te verbeteren, maar het verschil is vrij groot. Ferrari is erg snel en bij ons ging het gewoon veel slechter dan verwacht. Verstappen wilde de vrijdag niet meteen de lastigste vrijdag van het jaar noemen. Nou ja, er zijn gewoon nog wat dingen die we niet begrijpen, dus daar moeten we naar kijken. De FIA heeft zich ook gebogen over de uitspraak van Helmut Marko over Sergio Perez en heeft een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld aan de adviseur van Red Bull Racing. De Internationale Autosportbond is niet te spreken over de opmerking en legt bij autosport.com uit dat er een waarschuwing is uitgedeeld en dat Marko is herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden als publiek figuur in de autosport. Nu we het toch over de FIA hebben, ze hebben, net als in Monza, een maximum rondetijd aangekondigd waar de coureurs zich moeten aan gaan houden. Daarmee wil de Autosportbond voorkomen dat er fileproblemen gaan ontstaan tijdens de kwalificatie. Een rondje op het circuit in Singapore mag niet langer duren dan 1 minuut en 52 seconden. Het circuit in Singapore is voor dit seizoen aangepast en Hamilton onthult dat de coureurs hebben gevraagd om een extra DRS-zone in de nieuwe sectie. De baan is namelijk wel iets beter in die paar bochten, maar ik denk dat we wel DRS nodig hebben in dat nieuwe gedeelte. Alle coureurs hebben hierom gevraagd en de FIA heeft het neergelegd bij de teams. Enkele teams hebben dit geweigerd. We zullen het gaan bespreken tijdens de drivers briefing. De teams zouden namelijk altijd voor racen moeten zijn, niet ertegen. Dus het is wel interessant dat er een paar teams zijn geweest die dit hebben tegengehouden. Aldus Lewis Hamilton. De FIA liet eerder tegenover autosport.com weten dat ze een extra DRS-zone wel overwogen hebben, maar dat er niet een duidelijke lijn was waar alle teams het over eens konden worden. Ook melden ze dat ze na een veiligheidssimulatie hebben besloten het erbij te laten. De Wikipedia-opmerking die Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Italië maakte over het record dat Max Verstappen gebroken heeft, viel niet helemaal in goede aarde bij veel mensen. De Oostenrijker heeft nu toegegeven dat het misschien niet de meest slimme opmerking was om te plaatsen. De Mercedes-teambaas vertelde bij motorsport.com dat zijn opmerking misschien niet zo slim was. Wanneer je naar het commentaar kijkt, kun je je afvragen of het meest intelligente was wat ik had kunnen zeggen. Misschien niet. Hij probeert wel een verklaring te geven. Dat is altijd mijn mindset geweest en iets wat ik van Nicky geleerd heb. Nicky gaf zijn trofeeën weg om zijn auto gratis te laten wassen. Ook in mijn huis zul je weinig prijzen vinden. Cijfers hebben nooit zoveel voor ons geteld. Uiteindelijk geeft hij nog wel toe dat Red Bull het geweldig doet. Het is vaak gezegd dat alleen de beste het kampioenschap wint. Je moet dus herkennen wat voor geweldig werk ze doen. Uiteindelijk nemen ze weer een grote trofee mee, dat is de grootste prijs. Ja, dat was hem alweer, het GP-fans nieuws op de zaterdagochtend. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten en abonneer als je altijd op de hoogte wil blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Doeg!